Wel, ik heb ook al even overlegd met de andere zaalmoderatoren. En eigenlijk was het wel heel erg aangenaam verrast door de korte reeks zaken. Omdat we ergens het gevoel hebben dat business as usual, laten we maar zeggen, wat we decennia lang gedaan hebben in Vlaanderen, steeds weer nieuwe ruimte aansnijden, dat in Kortrijk wellicht niet meer zal pakken. Want de machine die dat allemaal moet doordraaien, die begint al te pruttelen en dat zal in de toekomst best vermeden worden. Wat we bijvoorbeeld gehoord hebben is dat er heel vaak discussies vanuit het landschapsstadsbeeld, dat we de resterende open ruimte echt nodig hebben, dat we die moeten vrijwaren. Bijvoorbeeld van de Heurenbeek, voor ook waterproblematiek en dergelijke. Maar ik heb ook begrepen dat andere sites die benoemd zijn, de industriële sites, dat daar misschien wel wat argwaan rond is van wat gaat daar mee gebeuren, wat gaan die grondeigenaren mee doen. Maar als we het voor het zeggen hebben, dan zullen we daar ook wel wat kwalitatieve ruimte, wat kwalitatieve open ruimte in willen, wat collectieve ruimte. Als we dan toch die bedrijfslocaties gaan transformeren dicht bij het centrum, dat er dan de kwalitatieve, doorwaardbare, collectieve ruimtes zijn. Want daar was er eigenlijk ook verdacht veel consensus over in het eerste deel van zaal 1. Namelijk dat het werken, dat dat eigenlijk toch iets is wat in de stad thuis hoort. Dat denk ik dat eigenlijk vrij evident klinkt. Maar als we de praktijk erop nakijken, is dat niet altijd evident. Dus daar zal collectief beleid, private wereld, burgerwereld, collectief een soort akkoord moeten gaan oversluiten, dat we dat allemaal moeten aanpakken. Zo niet wordt de stad een plek van consumptie en zijn we de productie kwijt. Nu, ook voor nieuwe verbindingen, nieuwe nabijheid. Ik heb heel vaak het woord fietsnelweg gelezen. Die reservatiestroken die ooit gepland waren om asfaltwegen op te leggen, dat zit er in de toekomst wellicht niet meer in. Maar ze zijn natuurlijk nog uitermate geschikt om bepaalde open ruimtestructuren te aansluiten en om verbindingen te leggen met zachte mobiliteit voor wandelaars, voor fietsers en evengoed voor snellere en elektrische nieuwe mobiliteitsvormen die daar van toepassing zijn. Ik heb ook gezien dat er iets wat in het licht van de allereerste opmerking, dat er wel eens gekeken wordt van ja, inderdaad, nieuwe ruimte aansnijden buiten de stad, dat gaat niet meer. Maar als we dan toch willen dat de stad, dat deze studenten in de stad komen, dat ze ook in de stad wonen, dat ze leven in de brouwerij brengen, dat er ruimte is voor start-ups, jonge ondernemers, dan moeten we ook gaan kijken naar de leegstand die er is. Er is wellicht her en daar is er nog plaats, maar we hebben het misschien niet voldoende opgemerkt. Ik heb af en toe gehoord, ruimtes boven winkels. Of die winkels op zichzelf, de toekomst van die winkels staat ook te veranderen. De toekomst van die industriële sites wordt herdacht. Daar is plaats genoeg om weer een bruisend plek in Kortrijk te maken. Nu even vooruitblikken, wat gaan we hier allemaal mee doen? Ik denk dat het studieteam in overleg met de stadsdiensten het voorbereidende werk nu samen met de door jullie aangebrachte ideeën van heel diverse aard, ook wat we voelen, het ware draagvlak voor is en waarvoor eventueel minder. Maar ik denk dat er heel wat gezet geweest is die zou kunnen leiden tot een synthetisering van een plan voor Kortrijk, waar een aantal keuzes kunnen worden in gemaakt die te maken hebben met de thema's die net zijn benoemd. En wie weet slagen we er al in om jullie allemaal samen te verenigen rond een soort pact tussen burger en overheid om het effectief in Kortrijk anders te gaan doen dan we het gewoon zijn op vele andere plaatsen. En dan wellicht zullen een aantal van de heel concrete sites meegenomen worden als erfboomgebieden om die
Dus we nodigen u binnenkort, ben ik allemaal uit, om naar die conclusies te komen luisteren en eventueel in deelallianties verder te werken op concrete deeldossiers. Dank u wel. Ik heb een reden dat u bij naar beneden gaan nog uitgenodigd wordt om een glas te drinken. En daar wens ik u van harte toe, want u hebt ons heel erg verrast met een positieve sfeer, goede discussies. En we hopen dat we daar kunnen verder bouwen. Dank u wel.